Vandaag ga ik voor de eerste keer meelopen als keukenmonteur. Kunnen jullie vertellen hoe je bent geworden, wat je bent geworden? Zullen we er anders even een race van maken? Even kijken wie de snelste is. Durf je het aan? Hi, ik ben Richard. We staan vandaag bij Alom. Normaal race ik rondjes over het circuit, maar vandaag ga ik voor de eerste keer meelopen als keukenmonteur. Dus kom gezellig mee. Hey Richard. Goedemorgen. Hey, welkom. Kom verder. Dankjewel. Goeiedag. Goedemorgen. Hallo. Hi, ik ben Philip. Hi. Hi. Welkom. Hoi. Goeiedag. Goed, jongen. Zeker. Ja. Ik kom vandaag bij jullie aan de slag. Dus ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat we vandaag gaan doen. Alom outfit krijgen. Alom outfit, ja, wat de monteurs ook aan hebben. Dan gaan we naar een klant toe. Dat is in Barendrecht. En dan gaan we daar de keuken monteren zoals een keukenmonteur dat ook normaal gesproken doet. Kijk, dat is genoeg om te leren, ja, van mij zeker. Vandaag. Mooi. Nou, gaan we aan de slag. Ja. Kijk wat er voor ons vandaag op de planning staat. Ik ben benieuwd. Dit is de opstelling van de keuken, maar dan ga je dadelijk bij de klant ook gewoon zien. Het zegt me tot nu toe nog niet over. Nee, dat begrijp ik. Het zijn wat technische tekeningen en wat ordergegevens. Dus wij gaan op. Ja, wij gaan ons nu omkleden. En dan nemen we ook nog het gereedschap mee en dan zijn we er denk ik helemaal klaar voor. Dan zijn we helemaal klaar voor, oké. Ja. Let's go. Nou, hier ligt de kleding al netjes klaargelegd. Dan kan jij even gaan omkleden. Super, ga ik doen. Ziet er goed uit. We zijn er klaar voor. Kan jij rijden? Gaat lukken. Hallo Richard en Jari. Ja, hallo. Hallo. De rit naar het project kan een heerlijk rustmomentje zijn. Maar vandaag is het perfecte moment om een aantal vragen te stellen. Dat is wel echt zo trouwens. Het is echt. Ik vind toch autorijden wel echt lekker een rustmomentje. Nee, zeker. En dat is. Ik woon dan nu best wel vlakbij mijn werk. Maar het is soms echt wel lekker als je even een stukje kan rijden, muziekje op. Ja, ik vind dat ook met de race. Als ik dus ochtends 20 minuten van het hotel naar de baan toe moet, dan vind ik ook heerlijk. Dan kan ik lekker wakker worden, even voorbereiden op de race. Ja. Ja, en dan gaan we lekker aan de slag. Hoe gaat het met jullie? Ik heb net een lekker broodje op, dus op dit moment gaat het met mij echt heel goed. En we zijn onderweg naar mijn eerste klus als keukenmonteur. Zeker. Ja. En wellicht niet zijn laatste. Wie weet. Wie weet. Ja, je weet het niet. En met mij gaat het ook goed, een lekker broodje op net. En nou, gewoon zin in om Richard het vak te laten zien. Coureur en keukenmonteur, dat zijn twee verschillende werelden. Kunnen jullie vertellen hoe je bent geworden, wat je bent geworden? Dat kan. Ik ben op mijn 9e kreeg ik een kart van mijn vader. Die heeft zijn eigen bedrijf in de metaalbewerking. En omdat hij dus altijd daarmee bezig was en altijd weg was, ja, sprak ik hem eigenlijk nooit. Ik zag er heel weinig. En eigenlijk om wat meer tijd samen door te brengen, heeft hij toen een kart van mij gekocht voor mijn verjaardag. Gaaf. Ja, en zo is het al een beetje begonnen. Dus toen ben ik verliefd geworden op de sport. En toen is het eigenlijk van een hobby helemaal uitgelopen tot tot de sport. Ja, toen bleek je toch wel een beetje te kunnen? Ja, toen ging het allemaal steeds beter. En toen helemaal naar de Formule 4, nu inmiddels naar de Formule 2. Dus dat is hard gegaan. En inmiddels zie ik hem alsnog nooit, want ik ben altijd weg. Ja, nu ben je en hij is nog steeds altijd aan het werk. Maar het was een goed idee van hem. En jij? Ik ben hierin terechtgekomen op Alom. Het is een familiebedrijf, het is van mijn vader. Ja, zo ben je er eigenlijk in opgegroeid. Ook een opleiding gedaan daarnaast, niet in de keuken. Branche is echt iets anders. Wel wat anders geprobeerd, maar dan ja, toch is het ook trots om hier te mogen werken. Dat geloof ik wel, ja. Hier je dingen te kunnen doen. Wat ik het leukste aan mijn werk. Ik vind het leuk, ook omdat het een familiebedrijf is, om het naar een niveautje hoger te tillen op mijn manier. Misschien wat meer, ook digitalisering en zo. En dat, daar kunnen we gewoon nog een hoop in verbeteren. En ik vind het leuk om ook daarmee bezig te houden en daarin te kunnen helpen. Want ja. Zij zijn ook wel een stukje ouder, dus vaak hebben ze daar wat moeite mee. Ja, dus ze hebben waarschijnlijk wel behoefte daar in het bedrijf. Ja, inmiddels aangekomen bijna bij de klant. We rijden bijna de straat in. Ik begin nou toch wel een beetje zenuwachtig te worden. Ja? Ja. Mijn eerste keuken. Eerste keuken, ja. Ja, dat vind ik wel spannend. Maar zo'n gezonde spanning, gezonde werkspanning. Kijk, dat is mooi. Thank you.
staan er klaar voor ons. Ja. Het ziet er mooi uit. Er zijn nog wat kleine dingetjes waar ik jou wel bij nodig heb. En dat is het erin zetten van de deurtjes. Nou, hier aan de deurtje heb je de scharnieren zitten. Eigenlijk is het gewoon heel simpel, die moet je hierop klikken. En moet dat eerst nog afgesteld worden of kan dat... Nee, dat doen we achteraf. Achteraf? Je klikt er maar in, dan met een schroevendraaiertje kan je hem gewoon stellen tot de juiste. Oké, dus we gaan hem eerst rustig erin klikken en daarna afstellen. Ja. Oké. Kijk eens. Zo, je hebt de smaak te pakken. Ja, mijn eerste deurtje zit erin. Zullen we er anders even een race van maken? Even kijken wie de snelste is. Durf je het aan? Ja, dat durf ik wel. Oké, ik ben benieuwd. Nou, nog één keer de spelregels. We gaan dit frontje, het deurtje, gaan we erin klikken. Stellen we goed af, boven en onder. En wie als eerste het deurtje dan dicht heeft, die heeft gewonnen. Oké, ik ben benieuwd. Ja, durf je het nog steeds aan? Ik ga mijn best doen. It's lights out and away we go! Ik lig een beetje achter op schema. Rustig, is dit al goed of niet? Je moet niet draaien, je hebt hem zeg maar schuin. Ben je al klaar? Ja, hoe lang? Oeh, scheelde niks, hè? Shit, nou, dat was een eerlijke wedstrijd. Nou, omdat dit je eerste keuken is en hij er perfect uitziet, hebben we een kleinigheidje om hier bij de klant achter te laten. Dus een foto met onder andere dat is leuk. Jou als nieuwe monteur. Ja, ik ben er ook echt heel erg trots op dat het vandaag helemaal goed is gegaan. Dus ja. Dankjewel voor je hulp. En dan gaan we deze hier achterlaten. Een mooi plekje geven. Ja, leuk. Zal je hier neerzetten? Zo. Onze taak zit erop. Ik zag alleen dat er nog geen werkblad op zat. Hoe zit dat? Ja, dit klopt. Dit heeft de keukenmonteur ingemeten. En het werkblad gaat nu een bestelling bij IKEA en dan komt een andere monteur dit later afmonteren. Oké, mooi. Dus wij zijn klaar voor vandaag? Nee, we hebben nog één dingetje te doen. Oké, ben benieuwd. Wat vinden jullie het leukst aan je werk? Werk? Ik zie het nog niet echt als mijn werk. Nee? Maar het is in principe wel mijn werk. Maar dat is het mooiste, denk ik, als je werk ja, hebt. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het mooiste vind ik gewoon in de auto zitten en de vrijheid voelen van dat je die auto gewoon op de limiet kan trappen. Zeg maar. Dat is voor mij echt de reden waarom ik het doe en waarom ik het wil blijven doen. En een paar mooie dingen die erbij komen is nieuwe mensen leren kennen, nieuwe dingen doen zoals dit. Gewoon allemaal, echt van alles wat kan ik doen. Ja. En je komt op plekken die en ook wel reizen, ja. Ja. Dus, dat lijkt me ook wel gaaf. Ja. En wanneer heb je dan echt, zeg maar, ik weet niet of je dat hebt, maar dat besefmoment van, ja, ik ben hier gewoon echt blij mee. Is dat bijvoorbeeld, waar je zegt, als je echt op de race gewoon als die hebt, ja, dat gaat starten of is het als je race hebt gewonnen. Ja, als je dus gewonnen daarvoor, het is niet altijd leuk, hè. Dat begrijp ik niet verkeerd. Heel veel mensen denken vanuit de buitenkant, oh, hij is lekker op reis. Hij is lekker in het vliegtuig, hij mag lekker racen. Ja, maar als jij op het hoogste niveau presteert, dan is het niet altijd leuk. En je hebt altijd momenten dat je denkt van waarom gaat het niet beter, hoe kan het nou? Ik zit 24 uur in een vliegtuig en een paar dagen daarna moet ik gaan racen. Weet je wel, het is niet altijd alleen maar bloemetjes. Het gaat niet alleen maar over rozen. Ja. Nee, zeker. Vanochtend zijn we hier bij Alom begonnen en inmiddels zit mijn werkdag erop. En, wat vond je ervan? Ja, het was een bijzondere ervaring, iets dat ik nog nooit eerder had gedaan natuurlijk. Ik vond het heel leuk en vooral vond ik het leuk om te zien eigenlijk dat de klant zo tevreden was toen wij de keuken helemaal aan elkaar hadden gezet. Wij natuurlijk niet helemaal stiekem, maar ja, alleen de werkblad dat ontbrak nog. Ja. Maar dat wordt ook gefixt door jullie, ja, dus echt van A tot Z wordt alles geregeld. Ik ben nu eigenlijk wel benieuwd hoe jullie het zouden doen als jullie een keer in mijn straatje komen fietsen. Dus volgende keer gaan we het circuit op, denk ik. Ja, zeker. En wij hebben nog een kleine geitje voor jou. Kijk. Een nieuw certificaat, dat is in het leven geroepen door jou. Monteur bij Alom voor één dag, diploma. Nou, wat ik gehoord heb van onze collega's is dat je het fantastisch gedaan hebt. Oh. Ja. Dus bij deze wil ik hem je graag overhandigen namens Peter en namens mij. En bedankt. Dankjewel. Volgende keer gaan we met jou mee. Leuk. Alsjeblieft. Superleuk.